Hoe werkt het keyless entry systeem van de Opel Mokka X, de Opel Astra en de Opel Insignia? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewens en ik ben werkzaam in ons familiebedrijf Opel Dealer Liewens en Roden. Op dit YouTube kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met een uitleg over een Opel systeem of een Opel model. Nou, bekijk je ons kanaal voor het eerst, van harte welkom. Maar vergeet niet om abonnee te worden, dit kost helemaal niks. En zo krijg je als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, in deze video ga ik dus uitleg geven over hoe het keyless entry systeem werkt van de Opel Mokka X, van de Opel Astra en van de Opel Insignia. Ik ga dus uitleggen welke functies je allemaal aan of uit kunt zetten en wat de voordelen hiervan zijn. Nou, heb je vragen, typ ze heel makkelijk hieronderin, zodat wij er natuurlijk snel op kunnen reageren. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom aan de Centurbo Noord 123 Roden, waar we natuurlijk ook de Opel modellen hebben staan en waar je natuurlijk ook gelijk een proefrit kunt maken. Nou, en hoe werkt het keyless entry systeem? Dat ga ik je nu laten zien. Nou, bij het keyless entry systeem worden twee sleutels bijgeleverd. En dat zijn deze twee sleutels. Er zitten twee knoppen op. En de bovenste is om de deuren open te doen op afstand. En de onderste knop, eigenlijk op het logo, kun je de deuren uiteraard ook weer mee dicht doen. Nou, er zijn natuurlijk verschillende manieren om de deuren open en dicht te doen. Dat kan dus op deze manier. Maar je kunt het ook op de volgende manier doen. Nou, en dat is eigenlijk bij de deur zelf. Je ziet hier ook een knopje. En wanneer je dus in de buurt bent met de sleutel. Dus het voordeel is dat je de sleutel dus gewoon in de jaszak of in de broekzak of in de tas kan houden. En je komt aanlopen, kun je hiermee de deur open doen of weer dicht doen. Maar zoals ik zei, kun je ook dus via de afstemming doen. En hiermee kun je uiteraard ook de deur open doen of hiermee dicht doen. Nou, dan zie je hier aan de zijkant ook nog een mogelijkheid om gewoon eigenlijk een ouderwetse sleutel in te doen. En dat werkt eigenlijk als volgt. Nou, en daarvoor heb je dus de sleutel aan de achterkant, zit daar dus een knopje. En als je die indrukt, dan heb je hier eigenlijk gewoon de sleutel om de deur open en dicht te doen. En dat laat, dit is eigenlijk puur ervoor, wanneer bijvoorbeeld het batterijtje leeg is van een afstandsbediening of een defect is, kun je hiermee altijd de deuren open en weer dicht doen. Want deze sleutel past hier uiteraard hier ook in. En hiermee kun je ze open doen of weer dicht. Nou, het starten van de auto gaat dus via de startknop. En daar zijn ook verschillende mogelijkheden voor. Wanneer je dus geen pedaal in zou drukken, dus geen rempedaal en geen koppeling, en je drukt deze knop in, dan gaat de auto dus op het contact. Dan brandt ook hier het oranje lampje. Wanneer je de koppeling in zou drukken en je drukt op de knop, dan gaat de auto starten. En dan brandt hier een groen lampje. Nou, en als je de auto weer uit wil schakelen, dan kun je uiteraard hier weer op de knop drukken. En dan is de auto weer uit. Nou, en uiteraard werkt dat natuurlijk alleen wanneer de sleutel dus in de auto aanwezig is. Nou, en ook zijn er nog handige instellingen die je kunt aan of uit kunt zetten in combinatie dus met het keyless entry systeem. En die kun je eigenlijk bedienen via het scherm. In dit geval zien we dus het Navi 900 in het Telelink systeem. Hier hebben we laatst ook een video van gemaakt met uitleg hierover. Ik zal hem boven uiteraard ook even linken, zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. Nou, en hoe kun je deze instellingen dus veranderen? Dan ga je dus via instellingen. Daarna ga je hier naar voertuig. En dan ga je naar afstand, vergrendeling, ontgrendeling en start. Die staat helemaal onderaan. Als we daarop klikken, dan zien we hier nog passieve vergrendeling. En als we daarop klikken, dan zien we dus dat je die uit kunt schakelen. Je kan klakson met het geluid, met hoornschaal kun je dan ook doen. Of je kan hem aanzetten. Nou, het mooiste is eigenlijk om hem aan te zetten. Wat er dan gebeurt, is als je de auto uitzet. En je loopt dus, je stapt dus uit de auto, je doet de deur dus dicht. Je neemt uiteraard de sleutel mee. Dan gaat de deur dus automatisch op slot. Nou, dat is natuurlijk super handig. Dat je helemaal niet hoeft te denken dat je de deuren uiteraard open of dat je de deuren nog open hebt. Maar ze gaan dus automatisch op slot. Je kan er ook voor kiezen om daar ook nog een klaksongeluid bij te doen. Ja, ik persoonlijk zou het niet doen. Want dan zie je natuurlijk als je bijvoorbeeld bij een supermarkt staat, dat elke keer de klakson weer aangaat. Dan schrikt ook iedereen die er om in je buurt staat. Dus die zal ik persoonlijk niet aanzetten. Maar je kunt dus hiermee deze aanzetten als je zegt van nou, ik heb toch liever gewoon zelf via de afstandsbediening of via de deur. Dan kun je maar dat hier ook mee aanzetten. Let erbij wel op dat je dit dus per sleutel moet instellen. Dus als je twee sleutels hebt, zou je dus per sleutel zou je dit dus moeten instellen. Nou, de volgende tip die ik ook wil meegeven in de instelling is eigenlijk de hele instelling die helemaal onderaan staat. Dat is op hetzelfde scherm, dus waar we net bij stonden. En dan staat hier dus waarschuwing afstandsbediening nog in de auto. En die zou ik adviseren om die altijd ook even aan te zetten. Nou, waarvoor is dat? Stel voor dat je de auto uitzet en je hebt dus de sleutels, heb je dus bijvoorbeeld nog in de middenconsole liggen. Dan geeft de auto dus even een klaksonsignaal van, hey, denk erom, als je de deur dicht doet, van denk erom, de sleutel zit nog in de auto, dat je die niet vergeet. Nou, zo kun je dus voorkomen dat je dus wegloopt en dat de sleutels nog in de auto blijven liggen. Nou, voor de rest zijn er ook nog allemaal andere instellingen. Daar kan bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld passieve ontgrendeling. Daar kun je ervoor kiezen om alle deuren te openen als je dus de deuren open doet. Of alleen de bestuurdersdeur.
Nou, je ziet dat het echt een makkelijk en handig systeem is. Natuurlijk is in het begin even wennen, hè, wanneer je bijvoorbeeld nog het vorige systeem gewoon met centraal deurverhandeling altijd hebt gebruikt. Maar als je hier een tijdje mee werkt, dan merk je gewoon dat je een handeling minder hoeft te doen. Dus je hoeft niet te zoeken waar zijn je sleutels of waar had ik hem ook alweer. Je kunt gewoon op de auto aflopen, de deuren open doen via de knop. Of inderdaad via deze, maar via de knop is natuurlijk het makkelijkste. En hem inschakelen via het systeem, dus automatisch op slot gaan. En zo zie je dat het een stuk gemakkelijker is om de deuren open en dicht te doen. Nou, en ik hoop hiermee een duidelijk en heldere uitleg hebben gegeven over het keyless entry systeem van de Opel Mokka X, de Opel Astra en de Opel Insignia. Nou, heb je nog aanvullende vragen, typ ze heel makkelijk hieronder in, zodat we uiteraard snel antwoord kunnen geven. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video. En ik hoop dat we elkaar dan weer zien. Tot dan!